Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 6 mei en ik heb weekend. Ik heb deze week weer veel te hard, veel te veel gewerkt en ik was zo moe dat ik er gisteren om 10:30 in lag. Als Sophie om 10:30 in haar bed ligt, dan is er echt iets mis. Ik ben echt een beetje ook gekleurd doordat ik dus alleen maar op terras stond, want het tropische weer is back. En vandaag wordt het... Even kijken hoor, ik heb mijn zomerse outfit ook al lekker aan. Ik heb dus... 26, 27 graden. Oh my goodness. Dus ik ga morgen ook weer, hè. Dus mijn weekend is echt perfect. Ik heb gisteren mijn haar weer gewassen. En sinds ik het gewassen heb, echt is het zoveel meer mijn haar. En het slierter is er ook echt af. En zeg maar, wat ik een beetje aan twijfels had over dit haar is echt gewoon weg. Ik ben echt super blij. Al zou ik het nog moeten stylen of zo, maar ik heb daar helemaal geen zin in. Dus ik doe dat lekker ook gewoon lekker niet. Ik laat het lekker de boel. Maar we gaan vanmiddag waarschijnlijk even naar het centrum. Ik denk dat we even ergens op het terrasje gaan lunchen. Jardo staat nu onder de douche. En... Oh, die tulpen ook. Zo lekker vrolijk. Waarom staan de schoenen op de boom? Twee petten en schoenen. Nou ja, maar in ieder geval, het wordt echt heerlijk genieten van de zon. En ik moet nog wel een outfit video opnemen, maar... Dat gaan we dan gewoon even tussen de bedrijven doordoen. En vooral genieten, genieten, genieten. Ik heb alleen maar gewerkt en alleen maar mensen zien genieten van de zon. En nu ben ik aan de beurt. Het is gewoon zo vroeg dat we nog niet eens ergens kunnen eten. Dus we hebben maar even snel twee bolletjes en dan kunnen we vanmiddag lunchen. Ik kan me de laatste dag dat ik zowel heb ontbeten als lunchen niet herinneren. Dat is mijn ritme. Mijn ritme is altijd brunchen. Brunchen for life. We hebben niet zoveel beleg meer. Ja, genoeg. Oké, ik ben opgemaakt en klaar om dit huis te verlaten. Dit is trouwens het hoesje wat ik voor mijn telefoon heb gekocht. Ja, hoe film je dat? Nou, in de spiegel. Hoe doe ik dat? Nee, in ieder geval, er zit een soort van softcase omheen die hem dus beschermt. Die heb ik bij AliExpress gekocht, maar die heb je ook kunnen zien in de shoplog. Ja, die staat online en mocht je dat niet gezien hebben, zal ik hem even in de beschrijving zetten. Dit broekje, ja, het is een broekje, het lijkt een rokje, is het niet. Van de H&M, maar wel echt al denk ik 3 jaar oud. Maar ik vind hem nog steeds super leuk en hij zit zo lekker. Shirtjes van Primark, slippers zijn ook 1 euro Primark. Huh? Mijn ene been lijkt veel bruiner. Het zal schaduw zijn. En ik heb mijn haar in een staartje. Kun je dat zien? Ja, I think it's cute. En dan zie je niet zo goed dat ik het eigenlijk had moeten stylen. Ja, het zit ook prima, maar ik heb zeg maar vannacht een staart ingehad en daar zie je nog een soort van bobbels van. Maar ik vind het niet vervelend. Ik heb er geen last van. Liefie, ga je mee? Ja. Ja? Hoe is het met jou? Goed. Iedereen maakt zich zorgen om jou, dat is schattig, hè? Kijk, kan. Ha! Oeh! Oeh! En dit, en dit. Ja. Oeh! Ik ben de dag beter, hoor. Dat is dus mooi, hè? Ja, dat is goed. De poesjes gaan niet in de tafel. Hey. Ik ben very, very teleurgesteld. Ja, maar nee, ik sta aan die poesjes, maar goed, dat hebben ze er eigenlijk wel. Ja. En deze... Ja, deze heb ik meegenomen van het werk. En het is dus, zeg maar... Hoe noem je dat? Promotiemateriaal van een biermerk... Brouwerij Het Ei, dit zit in Amsterdam. Het is een Nederlands biermerk, heeft ook echt lekker bier. Voor de bierliefhebbers. En die gebruiken zij niet. Dus ik zei, mag ik die hebben? Want die ga ik dan ophangen. Want ik vind ze er oprecht ook heel leuk uitzien. En Jarno is natuurlijk gek op bier. Dus dan is het een soort van... Hey, dat is ook leuk voor mij. Is ook leuk voor jou. Het is een soort van mannelijke versiering. Als dat bestaat dan, tenminste. En die ga ik denk ik op de kledingkamer hangen. Want daar hangt nog niks aan de muur. Wij zijn naar het centrum aan het lopen. Wat? We zijn er al bijna. Nou, maar we zijn toch gaan lopen. Want Jarno wil graag nieuwe kleren. Ja, nieuwe kleren. En ik moet die video nog opnemen. Ik weet nog niet welke winkel ik ga doen. En ik wil mijn nagels laten doen, want het is 4 weken geleden en ze zien er niet meer uit. Check deze boom. Deze met die bloemen. Ja, leuk. Nou ja, bloemen. Bloemen. Staat er nog even. En hier. Daar, daar en daar. Pretty.
De boy gaat helemaal los in de steen. Dit is zijn winkel. En ik ben net bij deze winkel geweest, die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. En waar ik ook nog nooit naar binnen was geweest. Maar daar hebben ze ook oprecht hele leuke dingen. Het schijnt dus onderdeel van de Only te zijn of zo. Kijk hem gaan. Ik heb dus hier een rek gevonden met flared leggings. Oh, het is die spiegelvlies trouwens. Beetje, ja, nee, het zijn niet echt leggings. Het zijn wel broeken, maar dan wel echt best wel strakke broeken. En ik had ze net een rode aan en die vind ik echt heel leuk. Kijk, hier is het. Ik keek er echt op uit. Dus ze hebben echt allemaal verschillende flared jeans, leggings-achtig. Alleen die rode was eenzaam. Dat is een L en die zit wel echt te groot. Dus ik heb nu die groene aan. En I love it, maar ik vind die rode zo leuk. Ik ga die rode nog een keer aantrekken, ondanks dat hij iets te groot was. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van deze rode broek. Want hij is echt te groot. En die groene vind ik gewoon... Ik heb al genoeg broeken, maar ik heb geen rode broek, weet je wel. Dus vind ik niet genoeg reden om hem te kopen. Maar als je op zoek bent naar flare jeans voor 25 euro... Nee, geen jeans, broeken. Oh, hadden ze maar in een M. Wij zijn weer thuis. Het is zo warm. Ik moet lissen. Sorry. Laat eens even zien wat je allemaal gekocht hebt. Ja, hallo. 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 Oh ja, eerst drinken. Ik heb dus bij die winkel waarvan ik zei... Oh, sorry hoor. Hoe heet die winkel nou? Jacqueline de Jong. Een shirtje gekocht voor 10 euro. En dat is deze. En die is echt gewoon een heel cute zomershirtje. Echt een leuke winkel, maar er zijn dus maar 4 in Nederland. Maar ze hebben ook spullen van de Only bijvoorbeeld. En deze broek voor piano bij de Jack en Jonas. Zo noem ik het altijd. Jack en Jones. Bij de Jack en Jonas. Jack en Jonas. Maar de Sting was echt een succes. Ik doe even een mannenshop nog tussendoor. Hij had zijn tasje bij de Daily France uitstaan. Ik vind het echt heerlijk dat er een man is die chaotischer is dan ik. Deze zwembroek met toekannetjes. Kun je dat zien? Ja, dat zie je wel. Oh ja. Toekannetjes. En een hemdje. Grijs en roze. Roze staat hem echt heel goed. Maar wel een beetje lief roze, zeg maar niet dat... roze, nee. Die heb ik ook wel schaam, maar dat staat hem daar niet zo goed. Ananasjes. Streepshirtje. En een pink shirtje. Very easy. Heb ik nog meer gehaald? Oh ja, een Hema outfit. Maar die ga ik natuurlijk niet laten zien. Nee. Dus we waren bij de Miss Etam in eerste instantie. Miss Etam is echt duur, man. Zo, dat is echt normaal. Nou, dat is niet duur, nee. Nou. Nee, is niet waar. Miss Etam is in de breedte niet duur. Alleen, ze hebben geen goedkope dingen. Nee, dat vind ik niet duur. Nou. Zo overdreven. Oké. Okay. Kijk, ze hebben gemiddelde dingen kost daar gewoon tussen 20 en 35 euro. Dat is 40 euro, nou, dat is heel normaal. Nou, ja oké, okay, misschien wel. Maar voor vrouwen niet hoor. Voor mannen misschien, maar... Ja, vrouwen kunnen hier sowieso En daarna gingen we naar de Cool Cat. Daar kreeg ik in eerste instantie al op mijn kop. Want als ik wilde filmen, dan moest ik een aanvraag doen. Nou, dat snap ik op zich nog wel. Vind ik ook niet zo erg. Maar toen dacht ik, ik heb lekker toch al gefilmd. En ik ga het er lekker toch in stoppen. En, maar dat was ook echt, ja... Gemiddeld tussen de 20 en de 40 euro. Terwijl vroeger toen ik... Een jaar of 12 was, denk ik. Toen kocht ik echt veel bij de Cool Cat. Nou, tenminste mijn moeder dan. Maar ik heb niet het idee dat het toen zo duur was. Maar ja, dus dat lukte ook niet. Dus het was gewoon een onbegonnen zaak. Het was onmogelijk om daar een outfit voor 25 euro te kopen. Dus toen zijn we doorgegaan naar de Hema. En nou ja, die staat online. Dus die kun je bekijken. Die zal ik ook even in de beschrijving zetten. En nu gaan we relaxen. Voor het leven. Het is hier binnen 24 graden. Warm. Netjes. Ginny vindt Chunky Monkey Ben & Jerry's ook heel lekker. loser. De mooiste steden. Het is omdat er een officiële vereniging is. Ginny, kom hier dan. Met 271 zijn ze. Ja, dat ga ik niet nog een keer doen, nog wel soms. En dan Aru met zijn manschappen.
Lekker dus, schat. Jij mag hem ook uitlikken, lieverd. Doe maar. Je hebt een dunnere kop. Jij kan verder komen. Het is niet zo dat ze zichzelf zo hebben uitgeroepen, nee. Nee, Ginny heeft... Wat zit je nou te snuffen? Van Italië heeft daar eigenlijk zijn werk van gemaakt om... Ginny heeft opgegeven. Het is jouw beurt. Natuurlijk eerst en vooral... Doe maar. ...enige historie hebben. Kusjes. Ah, cuties. ...goed bezitten. Cuties. In je dorp, je moet de kwaliteitsscholen... Zet je vast, Gin. Wat betreft dan... Nou is het eigenlijk maar. ...artistieke kwaliteiten. Ik ben me ondertussen aan het klaarmaken om te gaan slapen. Het is nog helemaal niet zo laat. Maar ik heb dus de hele avond zitten spelen met een thumbnail. Want ik wil heel graag een nieuwe thumbnail. Oh, en ik moet sokken uitzoeken. Maar in ieder geval, ik wil graag. Dit zijn alleen maar sokken. Het is toch bizar hoeveel sokken een mens kan hebben. Het is ook van Jarno hoor. Maar wij hebben alle twee zoveel sokken. Terug naar waar het echt om ging. Ik wil dus graag een nieuwe thumbnail. Ik heb nu dus al bijna weer een jaar... Die thumbnail met dat sterretje in de hoek. En dan, ja, zeg maar, ik heb het over een soort van de template waarin die in staat. Ja, hoe leg je dat uit? De layout, dat klinkt misschien logischer. En dat is nu een sterretje en een balk altijd. En ik wil iets anders. Dus ik mee zit te spelen. En dat is de thumbnail die je dan ook vandaag dan nu bij deze vlog ziet. Ja, het is best wel simpel. Maar ik dacht, de titel hoeft er eigenlijk niet per se in. Want ja... De titel staat er al. En dat vind ik best wel druk. En dan wel het logootje erin dat je ook in mijn intro ziet. Maar ja, misschien als je leuke ideeën hebt of wat dan ook, laat het dan vooral even weten. Tips zijn echt heel erg welkom. Of als je zegt van, hey Sophie, ik kan dit of dit voor je maken. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Want ik ben daar zelf gewoon... Ik heb geen inspiratie. Ik kan het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik kan niks leuks verzinnen. En ik wil toch wel een soort van meer eenheid in mijn thumbnails, zeg maar. Omdat ik het nu soms best wel rommelig vind. Nou ja, dus ik heb vanavond mee zitten spelen. En nu is het 10:30 of zo. Maar ik ga gewoon even slapen. En dan hopelijk ben ik morgen weer een beetje op tijd wakker. Oh, morgen is het woensdag. Ja, morgen heb ik met Birdie afgesproken. Maar ik denk dat we lekker een dagje niet gaan vloggen. Want we gaan weer gewoon naar het strijkviertel. Lekker naar het water, lekker zon, lekker niks doen. En ja, er is toch niet zoveel te vloggen. Dus dan slaan we dat een keertje over. In ieder geval, wel bedankt voor het kijken. Sorry dat ik op plaats nou nog zo zit te bazen, maar ik zit gewoon hard op na te denken. En dan vergeet je niet te abonneren en zie ik je morgen weer.